Op de geriatrische trauma-unit heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis een nieuw concept geïntroduceerd. Maak kennis met het beweegbord. Ja, nou, dit is het beweegbord. Zoals jullie zien, heel simpel. Heel makkelijk te zien wat een patiënt wel en niet kan met betrekking tot het bewegen. En wat wij voornamelijk wilden laten zien is het in en uit bed komen en het lopen. Hoeveel hulp heeft de patiënt daarbij nodig? Of kan hij het al zelf? Met behulp van magnetische plaatjes die elke dag worden bijgehouden, blijkt het bord behoorlijk gebruiksvriendelijk. We hebben hele simpele schablonen gebruikt en ontworpen. Wat jullie hier zien is de dag dat wij het hebben geüpdate. Dus de klinisch fysiotherapeut die beheert het bord en die geeft een advies van hoe kan die patiënt nou op een veilige manier in en uit bed komen en op een veilige manier lopen. Dus hier zie je het in en uit bed komen. Dat doet deze patiënt met een rollator en twee hulpverleners erbij. En het lopen, dat kan de patiënt ook. En dat doet hij ook met een rollator en twee personen erbij. En dat zou dus ook iets anders kunnen zijn als bijvoorbeeld met een rollator en één persoon. De kracht van het bord is dus de simpliciteit. Zo kan een behandelaar die niet of minder bekend is met de patiënt snel zien wat zijn of haar kunnen is, zonder een uitgebreid rapport erbij te zoeken. Voor de patiënt zelf heeft het ook zijn voordelen. De patiënt die kan hier ook gelijk zien van hoe kom ik zelf, hè, zoals het hier staat, hoe beweeg ik. Die ziet zelf, mag ik nou wel zelf in en uit bed of moet ik toch de zuster bellen, want ik zie dat er hier toch één iemand mij moet komen helpen of hè, in een ander geval of twee personen. Die kan ook zelf zien van, oh, mag ik al gaan lopen? Of heb ik daar nog wat ondersteuning bij nodig? Moet ik dan ook bellen als ik naar het toilet moet? Maar ook voor de familie, die ziet ook wat meer inzichtelijk is wat de patiënt al wel en niet kan. Dit jaar is het testjaar voor het beweegbord. Als het middel een succes blijkt, zal gekeken worden of het ook op andere afdelingen een waarde kan hebben. Het beweegbord is een van onze projecten waarmee we het beweeggedrag van de patiënt binnen de opname, zeg maar, klinisch willen we gaan beïnvloeden. Dit is een van onze projecten en we proberen dat steeds meer uit te breiden met nog meer projecten om te kijken of we dat ziekenhuisbreedte wat meer verder kunnen trekken.